We werken commercieel, maar we hebben een ideeel doel. En ons doel is dat Zuid-Limburg het toeristisch goed doet. Wie willen wij zijn, hè? In onze kernwaarden? En heel hoog stond de gelukkige organisatie. Bij ons wordt heel weinig verdiend, omdat de CAO voor de VV's natuurlijk heel laag is. Maar we hebben geen verloop en een extreem laag ziekteverzuim. Puur omdat wij met elkaar gewoon met respect voor elkaar en vooral respect voor ons privéleven ons werk doen. Leg jij de focus op omzet en geld. Als je dat doet, laat je heel veel niet toe vanuit het buitenste spectrum. Maar als jij je focus richt op de maatschappij, op de klant, de toerist, de toeristische ondernemer, overheden die hier werken, dan krijg je heel veel signalen binnen die zeg maar in jouw hoofd, in jouw organisatie een mix maken. En die zorgen dat je toch een richting uitgaat die opeens commercieel heel interessant blijkt te zijn. En dan komt de geldstroom wel. En vanuit die focus, hè, die klanthouding, die benader heb je ook intern. Wij zijn elkaars klanten ook. Hè. Een collega op de vestiging is heel afhankelijk van een collega hier op logistiek. En ook dat bijvoorbeeld als marketing een persbericht uitstuurt over dit is te koop op de vestigingen, dan moeten ze dat op de vestigingen weten en dan moet je er goed over gecommuniceerd worden. Maar uiteindelijk zijn we wel met 80% eigen inkomsten vrijwel een commercieel bedrijf. En dat voor een VVV met een toch wel publieke taak.